ik wil wel het gevoel geven, ik heb jouw verhaal gehoord en dat wil ik ook in mijn straf tot uitdrukking brengen. Maar soms moet je ook wel heel vervelend of streng zijn. Weet u, ik ken u niet. Ik ken u alleen maar vanuit het dossier. Wim Donker, u bent de oudste rechter van de Haagse rechtbank. Ja, Hoe is dat zo gekomen? Ja, je wordt vanzelf ouder. Gewoon blijven zitten. Dus je moet je fit voelen. En dat heb je ook niet van jezelf. Dat heb ik gekregen, denk ik dan. En ja, dan vind ik het heel leuk om het nog te doen. De officier van justitie die is redelijk radicaal. Die zegt kaal afstraffen. Dan denkt hij niet aan mijn haren overigens. Maar hij vindt dat ik alleen maar een gevangenisstraf moet opleggen. Dat vind ik wat te kort door de bocht. Als ik naar uw persoonlijke omstandigheden kijk. Ik wil ten diepste de mens zien achter de verdachte. En daar wil ik mee spreken. Ik had een hele lieve moeder. En mijn moeder zei tegen mij, joh, zul je altijd onthouden dat het een wonder is dat je er zelf niet staat. Want zoals zij dat dan zei, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En dat klopt wel, want er is maar heel weinig voor nodig en je staat hier terecht. En je mag niet alles op één hoop vegen en dat wil ik ook niet. Ik wil ze echt als mens zien. Oké, maar wat moet ik dan met u? Help me eens. En ik probeer ook altijd, als enigszins kan, mensen op hun gemak te stellen in de zittingszaal zelf. Want ik besef, wij zitten hoger. We zitten daar verkleed in zo'n toga. Nou, dat is schrikken voor mensen als je binnenkomt. Zoals ik wel zo ondeugend zeg, komt u in ons klantenbestand voor. Wat ik heel trieste zaken vind als oude mensen worden tuk genomen door mensen die aan de deur komen. Van, is er bij u soms lekkage? Want beneden druipt er allemaal vocht naar beneden. En dan laten die mensen heel beleefd iemand naar binnen. En vervolgens wordt het hele huis leeg geroofd. U hoeft het niet met me eens te zijn. Dan heeft u 14 dagen de tijd voor een hoger beroep. En dat moeten we maar met uw advocaat bespreken. We zijn nu klaar. Ik heb heel veel moeite met mensen die niet kunnen vergeven. Want dat kom je heel vaak tegen. Dat mensen dan maar in wrok blijven hangen. Dat moet je niet doen. Je moet een keer over de zaak heen stappen. Anders belast het je hele leven. Dus stap eroverheen.